je op dit moment een relatie? Nee, geen ego-relatie, laat ik het zo zeggen. Geen ego-relatie? Ik heb op dit moment geen... Ik ben niet verliefd op iemand, want verliefdheid is altijd ego, hè? Ja. Dus ik ben niet verliefd op iemand, maar ik heb wel een paar vriendinnen waar ik heel liefdevol mee samen kan zijn. Dus dat is wel heel fijn, ja. Ja. En hoe ga je daarmee om van jezelf? Hoe bedoel je, hoe ga ik daarmee om? Nou, ik hoor je zeggen meerdere vriendinnen. Ja. Dus dan is het bespreekbaar, dus dan is het open. Ik geloof dat er heel veel mensen die dit gaan zien, wow, meerdere vriendinnen. Ja. Hoe heb je dat voor jezelf? Hoe heb je dat voor jezelf helder en naar alle vrouwen? Voor mezelf heb ik helder dat ik zeg maar inmiddels door veel beoefening, denk ik, in staat ben om lief te hebben waar ik bij ben op dat moment. Ja. Dus het is niet een soort vrijblijvend soort regelingetje van af en toe seks en verder geen gedoe of zoiets. Hè? Dus echt een soort van liefdevol samen zijn. En ook wel degelijk zitten daar ook ego-bewegingen in. Van dat je probeert eerlijk te zijn over wat je voelt. En dat dat soms eng is, want de ander zou dat pijnlijk kunnen vinden. Yeah. En de ander zou dingen kunnen zeggen die voor mij weer pijnlijk zijn. En dan moet je dat delen met de ander. Dus dat gaat gewoon door. Dat is in feite wat spirituele beoefening is. Het is gewoon geen pijnlijke dingen meer uit de weg gaan, maar ze benutten door ze te mogen voelen. En dat het delen van die gevoelens is daar een hulpmiddel bij. Dus het is wel degelijk iets waar, zeg maar, er zit wel degelijk een soort spiritualiteit in. Zo, je zou het kunnen zeggen, het zijn een soort spirituele relaties. En natuurlijk, de eerlijkheid staat voorop. Hè? Dus er is altijd duidelijkheid over van wat mag je verwachten en wat is beter om niet van me te verwachten. Ja. En andersom ook, wat verwacht ik van de ander en waar laat ik de ander volledig in vrij. Hè? En daar ook over eens zijn natuurlijk. Dat daar niet een soort van eenzijdig soort uitgeroepen, eenzijdig soort vrijheid is, terwijl de ander mokkend als het ware zich daarnaar schikt. Okay. Dus dat is eigenlijk denk ik het hele gebeuren. En dan, vind je het eng? Vond je het eng om helemaal eerlijk naar jouw eigen waarheid te kunnen uitspreken en te kunnen gaan staan? Het is altijd eng. Ja. Ja, het is altijd eng als je iemand ontmoet en er blijkt iets te klikken op het gebied van, zeg maar, intimiteit. En dan gewoon nog voordat je dan ook die intimiteit werkelijk gaat doen, al gewoon open zijn over hoe je daarin staat. Ja. En ook open zijn over dat je het ook kunt laten. Dus die dwangmatigheid is er ook uit. Dat is in feite wat vrijheid is dat je iets kunt verlangen, maar dat het verlangen niet per se gevuld moet worden door de ander. Ja. Dus je kunt ook gewoon blijven in dat verlangen en is er geen enkel probleem. En dat maakt dat je ook die ander alle vrijheid kan geven. En dat moet duidelijk zijn. Dat moet uitgesproken worden. Dat is niet iets waar je een ander na een aantal maanden intimiteit mee kunt overvallen.